Na jaren van taridigen wie het tiestje te moen lang om let safier in bedaad. De wjukken en kappen van Moene de Zwaluw waren er al hellen. En we na 38 jaar voor het eerst vervongen. Dit is best wel bijzonder. We hebben een heel lang traject hebben hier mee gehad om alles aan te vregen en weer te praten met de diverse mensen. Ik met de mensen die dus hier bij hem begeleiden. Nota dat Safir is dat de kraaien daadwerkelijk steert. En dat we zeiden was van de parel van Friesland, deze prachtige mooie moene. In ieder geval de parel van Uzerzienwenners van Bedaard. Hier onder dat mooie plakje wonen hier. Zeiden van ja, ben ik er heel blij mee dat het nou eindelijk Safir is. Molenaar Jan Tollenaar is al zo'n 35 jaar actief op de heegste moene van Friesland. Voor hem is het dan ook een dij met twee kanten. Diep in mijn hart denk ik, het had nog wel even gekund. Ik kan met het oude spul kan ik lezen en schrijven. En ik weet niet wat het nieuwe spul doet. Maar goed, het is op zich wel weer een uitdaging om dat weer in orde te krijgen en goed werkend. Ik ben al een tijdje natuurlijk zit ik in een afscheidsproces. Maar ja, op een gegeven moment dan zie je ook wel onderdelen en denk je, ja, dat is eigenlijk ook niet meer vertrouwd om daarmee mee verder te draaien. We verloren wel eens een plankje of zo. De kap gaat er helemaal aan. En die komen de wjukken die komen op de grond te steen. De kap komt daar ik ben naast de houtsigerij te steen. En dan is het even wat een raar gezicht, maar de kap wordt helemaal gerestaureerd. Komt naar je ride, komt erop. De stut en de scoren die worden ook al hier gerestaureerd en die worden verven, schimmaken en verven. En uiteraard komen er nieuwe roeren komen erop. De Stichting van de Moene hoopt op 28 september de officiële opening te houden.